ruim 42.000 stenen minder, 109 geveltuintjes erbij en 84 regenpijpen zijn afgekoppeld. Het zijn de cijfers uit het jaarverslag van operatie Steenbreek in Nijmegen. De organisatie pleit voor meer groen in de stad in plaats van stenen, om hittestress te verminderen en ook wateroverlast te beperken. Er wordt dan ook met trots teruggekeken op het afgelopen jaar. Vanuit de Bastij proberen we de stad op allerlei plekken te vergroenen. En dat heet operatie Steenbreek, omdat we proberen de stenen eruit te halen en het groen erin terug te brengen. Nou, we hebben in het centrum bijvoorbeeld een aantal geveltuindoedagen gehad. Dus mensen die dan samen hun eigen straat vergroend hebben. Er zijn heel veel regenpijpen weer extra afgekoppeld. Mensen hebben tuinadvies gevraagd als ze niet wisten van hoe kan ik bijvoorbeeld in mijn nieuwbouwhuis een mooie tuin aanleggen. Dus daar heeft de Bastij allemaal mee geholpen en daar zijn we heel erg blij mee. We hebben ook weer heel veel tegels uit de grond gehaald om ervoor te zorgen dat regenwater goed weg kan en de stad steeds groener wordt. Ja, en waarom is het zo belangrijk dat de stad vergroent? De stukken in de zomer waar betegeld is, die zijn soms wel 7 graden warmer dan de stukken waar het groen is. Dus ja, dat is het verschil tussen 35 graden of 28 graden. Nou, dat is natuurlijk gewoon fijner om te wonen. We krijgen steeds een ander klimaat, dus hetere zomers. Als je dan meer groen hebt, dan is het koeler in je stad. Dat is heel belangrijk. We hebben ook heel veel, juist veel regenoverlast. Dus op het moment dat je dan overal steen hebt, kan het water nergens heen. Dan krijg je bijvoorbeeld ondergelopen kelders. Dus ook daarvoor is meer groen en minder steen heel belangrijk. En wat doet de gemeente nog meer wat betreft de vergroening van de stad? Nou, we zijn nu ook in ons centrum heel druk bezig met een aantal groene perkjes. Kun je zien bijvoorbeeld aan de kop van de Mariekenstraat. En in de wijken samen met wijkregisseurs kunnen bewoners ook plannen doen. Bijvoorbeeld Distelpark en de Planetenbuurt. Dat zijn dan echt grotere parken waar bewoners samen meer groen aan het toevoegen zijn. En eigenlijk door de hele stad komen we wel met dit project.